We hebben bezoek. De mooiste tattoo voor het mooiste verhaal. Voilà, dat is onze actie. Daarvoor hebben wij een samenwerking met... Ja, ik zeg nu voor het gemak Pommelien, want die is hier bij ons. Pommelien, goeiemorgen. Ja! Welkom. Ik zei het daarnet al, om een beetje te teasen. De mensen kennen jou natuurlijk, hè? Blijkbaar. Ja, ik ben blij dat ze mij nog niet vergeten zijn. Ja, zeker en vast. Ooit, heel lang geleden, heb jij meegedaan aan... Temptation. En volledig synchroon. Okay, ja. Ze kent de tune nog blijven. Heb je daar blijvende schade van ondervonden, Pommelien? Oh ja, ik ben er wel een beetje van blijven hangen, maar zo. Ja? Maar nu doe je iets helemaal anders, hè? Vertel. Ja, maar ik deed dat eigenlijk al. Ah, oké. Okay. Temptation, ja. Ik was al tattooartist. Maar ja, na Temptation natuurlijk mijn eigen zaak begon. En dan ook bij Sirius Show mij aangesloten. Oké. Okay. Want Sirius Show, daar werken we mee samen. De baas staat naast jou. Dat je zeker niks vergeet. Ja, ja. Ze wordt daar niet zenuwachtig van. Nee. Ze zijn chill. Soms. Jullie zijn een keten, moet ik het zo zien? Ja, soort van. Ja. Oké. Okay. Hoeveel zaken spreken we dan? Oei, dan moet ik even kijken. We hebben 12 vestingen. Ah, 12. Oké. Mooie. Ja, ik ben niet meer mee om een deur. Dus. En jij bent verantwoordelijk voor eentje dan? Ja, mede verantwoordelijk voor Aalst. In Aalst, ja. Sta jij. Oké, goed. Hoe zit de actie in elkaar? Wel, het is de bedoeling dat mensen tattoos kunnen winnen. Mm-hmm. En dat zal op basis van de verhalen gebeuren. Ja, en waarom hebben we dat zo aangepakt? Omdat ik... Je moet mij tegenspreken als het niet waar is, Pommelien. Maar ik heb het gevoel dat de meeste mensen die een tattoo zitten... En zeker die eerste zo... Dat iets speciaal is, dat ze denken daar goed over na, daar zit altijd een verhaal achter, of ben ik verkeerd? Ja, meestal wel, ja. Ja. Dan zowel van die mensen die ja, gewoon zo... Doe maar iets doen. Uit de catalogus. Ja, 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 ja. Ja. Maar meestal, met de eerste tattoo zit er wel altijd een mooie verhaal, of een leuk verhaal achter. Ja. En hoe is het bij jou dan begonnen ooit, met een klein vlindertje, of... Nee, mijn eerste tattoo was een kruisje achter mijn oor, maar die ben ik dan ook gaan laseren. En okay. Ik ben gestopt met laseren, want dat was eigenlijk, ik heb die samen met een vriend laten zetten en die vriend is jammer genoeg overleden. Dus nu kan ik dat niet meer over mijn hart krijgen voor die verdere weg te laten halen. Want ja, laseren, dat is natuurlijk meteen de volgende stap. Het is snel de bedoeling dat het voor altijd is, toch? Oh ja, maar soms maak ik een domme keuzes in het leven. Ja, dat is waar. Daar kunnen we over meespreken. Goed, we zijn dus op zoek naar... Een mooi verhaal, dat we met z'n allen, want ik veronderstel dat jij mee jury gaat spelen. Oh ja, dat is goed. Oh ja, natuurlijk. Het mooiste verhaal wint een mooie tattoo die of dan... Of het leukste, hè. Ja. Of de leukste. Ja. Leuk mag ook. Mooi, leuk, grappig, ontroerend. Noem maar op, een verhaal dat ons pakt. En als jij nu spontaan zoiets hebt van, ik heb het altijd al willen doen... En misschien heeft de prijs jou een beetje tegengehouden. Of ja, gewoon dat die extra stap die je nodig hebt, die gaan wij dan nu geven. Gewoon. Ja, want jij kan jouw verhaal doorsturen via de Topradio BE-app. Formuliertje staat nu online. En deze week is dan de week dat je die verhalen kan doorsturen. En volgende week gaan we dan mensen opbellen om dan eens te luisteren naar die verhalen. Voilà, dus volgende week, de hele week vroeg opstaan, hè? Jij wou jury zijn, hè? Ja, wat die mooie verhalen betreft, ik heb dan net aan Pommelien even gevraagd. Ja, zij zal dat zonder twijfel wel meemaken. Hè? Zo van die verhalen die je dan op je boterham krijgt als er een klant binnenkomt. Ja. Want die willen dat dan ook altijd uitleggen. Hè? Ja. Ik wil een hoefijzer, ik zeg maar wat. En daar zit dan een heel verhaal achter. Heb jij zoiets meegemaakt? Goh ja, ik heb al vaak van die dingen meegemaakt. Soms is dat, als dat zo emotioneel is of zo, hij kent die mensen niet. Ja. Dan moet het dat toch op een professionele manier. Ja, wilt hij dan zo knuffelen of zo? Maar niet inbegrepen hoor. Maar ja, het is soms wel... ze hebben vaak mooie verhalen, maar het is soms wel een beetje... Ja, ik ben heel socially awkward soms, dus... Oké. Okay. Ja, je bent wel even samen als je zo'n tattoo, want dat komt natuurlijk wel even wat, soms, hè? Ja, je zit soms wel een tijdje samen met die mensen. En, maar ja, dan als je begint te babbelen en zo, dan... Ja. Er mag al eens een traantje vloeien. Therapie eigenlijk, hè? Ja. Wat zeg je? Het lijkt een beetje psycholoog. Zeker. Ja. Voilà. Met een blijvende mooie herinnering uiteindelijk. Ja. Voilà. Zijn er mensen die speciaal voor jou komen, vraag ik mij af? Want je hebt de enige bekendheid. Ja, ook wel. Dat ze zeggen, ik wil geen tattoo, maar als Pommelien hem zet, dan ja. Nee, maar ik heb wel al vaak gehad dat mensen ook wel speciaal voor mij komen. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Maar soms komen ze ook van heel ver.
Ik heb een keer iemand gehad die gewoon een klein naamje van de hoek van Holland kwam. Dus dat was het een voor letterlijk iets wat 20 minuten duurt. want wij hebben ook gevraagd aan iemand van jullie, van de bazen, van wordt de tattoo dan door Pommelien gezet? Maar dat was niet zo duidelijk of dat kon of niet kon. Dat hangt een beetje af van wat er gevraagd wordt dan. Ja, ik doe enkel zo wat fine line. Dus als mensen echt realisme willen, dan is dat eerder bij onze gastartiesten dan ze dan komen. Ja, wat is het verschil? Ik snap het eigenlijk niet. Wij werken eigenlijk met internationale topartiesten. Ja. Realisme, fine line, kleur, old school. Dus wij bieden eigenlijk van alles aan. Oké. En Pomerina stijl is meestal zo wat fine line, flowers. En die toppers doen echt het grote werk. Dus die dagsessie stuurt ze dan eigenlijk door naar ons. Ja. Maar in principe kunnen ze wel alles vragen? Alles, ja. Oké, alles is mogelijk. Ja. Goed, komt er ook bekend volk bij jullie over de vloer? Goh, ja, eienuurken. Nee. jij natuurlijk, dat is wel. Sowieso Pommelien. Is het zo begonnen, Pommelien? Zo. Ja, niet. We houden u van de eerste keer. Ja. Goh, ja, over het laatst hebben we Gift Orban getatoeëerd. Wij zijn naar Lyon gereden in Frankrijk. 18 uur in de auto gezeten. Dus dat was wel een ritje. Het was op verplaatsing te doen. Ja, klopt. Oké. Luca Bressal, Steven Defour, Tessa Willaert. Dus noem maar op. Ja, allemaal bekende mensen. Welke tattoo heeft Luca Bressal? Hij heeft iets op zijn hand gezet, iets van zijn land. Dus geen dartspeltje of nee, zo. Geen dartspeltje. Dat had gekund, hè? Toch? Inderdaad. Ja. Dit weekend is ook onze nieuwe opening in Genk. Oké. Dus daar komt Christian D. naartoe. En de zondag de Kali Brothers, bekend van TikTok. Dus, Oké, ça va. Ja. Allee, altijd volk, altijd druk. Is het druk eigenlijk? Want ik hoor soms ook over wachtlijsten. Ja, het is super druk, maar tattoos, het zit nu eenmaal in de lift. Mm-hmm. Dus iedereen heeft tattoos. Ik denk 60% van de bevolking heeft tattoos. Dat is waar. Dus, en we werken ook met verschillende tattooartiesten. Dus uiteindelijk bij ons moet je niet zo super lang wachten. Okay. Dus wij kunnen eigenlijk uiteindelijk 3-4 mensen tegelijk. Omdat ik alleen werk, dus dan is dat voor mij wel al zo wat langer wachttijd. Maar ja. Oké, goed. Misschien ga jij jouw keuze daarvan laten afhangen dat je denkt, ik ga toch fine art, want ja, zo een keer uithuilen bij Pommelini. Ja, het zou toch kunnen. Enfin, jouw mooie verhaal, daar zijn we naar op zoek. Stevig verhaal. Gewoon een verhaal dat een verhaal is, waarvan wij dan zeggen, wow, die heeft wel een tattoo verdiend dan. Daar zijn we naar op zoek. Dus jullie doen mee met de zoektocht. Ja. Okay. Zin in. Wat zeg je? Zin in. Ja, zin in, zeker. Ja, tot we jou voor de derde keer vroeg wakker bellen om te oordelen over een verhaal. Het zal rap over zijn. Wow. Maar goed, we gaan er nu mee beginnen. Bedankt om langs te komen in ieder geval. Graag gedaan. En we horen elkaar nog. Ja. Succes. Bye. Top. We make it.